de strijd voor handhaving in de Eredivisie kan Willem II alle hulp gebruiken, ook die van boven. Wellicht gaat Pirke Donders daarin een sleutelrol vervullen. De Tilburgse pater werd in 1982 zalig verklaard en heeft sinds een paar jaar zelfs een eigen museum. Willem II-fan Nol Vromans uit Heelvarenbeek neemt bij iedere thuiswedstrijd een zelfgemaakt beeldje van Pirke mee naar het stadion. Pirke Donders was een pater geboren in, in Tilburg in de 19e eeuw. En die wou priester worden. En middels een studiebeurs van de pastoor van het Gurkje is hij priester willen worden. En is uiteindelijk naar zijn priesterschap nog even werkzaam geweest, ook op het Gurkje. En toen vertrok hij naar Suriname en daar heeft hij voor de Melaatse gewerkt. Kunt u het beeldje laten zien? Ja, dit is mijn Pirke Donders. Het is het eerste exemplaar, zeg maar, dat ik gemaakt heb. Deze heeft u voor uzelf gemaakt, toch? Dit heb ik voor mezelf gemaakt. Als een beeldje wat op een gegeven moment bij mij als supporter hoort om je geloof in de goede afloop van de wedstrijd te kunnen bewerkstelligen. Toen had ik een jaar, die kwam bij Willem II als trainer. En ik kan me nog herinneren, de eerste vijf wedstrijden, ik ben op zes zijn geweest, was dramatisch. Was allemaal slecht. Dus iedereen dacht, nou, waar gaan we naartoe? Ja, ik ben van huis uit toch wel een gelovig iemand. En ik had nog een Mariabeeldje staan, heel licht van gewicht. Nam het in mijn middenzak, liggen erbij. En zo op de tribune. Dus het geluk afgedwongen. En wat denk je? We hebben het allemaal kunnen meemaken. We kwamen zelfs in de Champions League terecht. Na een tweede beeldje van de heilige Rita kwam Pirke Donders in beeld als talisman van Willem II. Maar toen ging het nog slechter met Willem II. We hebben het allemaal meegemaakt. En toen heb ik mijn huis gezocht bij Pirke. Een eenvoudige man, weinig geld, klopte precies bij Willem II. Hè? Met beperkte middelen toch een super prestatie leveren. En dat heeft hij ook gedaan. Want je wordt niet zomaar zalig. Hè? Heilig is nog een stapje hoog, maar zalig worden. Daar moet je het nog voor iets voor gedaan hebben. Hè? Hoe reageerden de mensen? Want mensen kennen u op de tribune natuurlijk al met uw beeldjes. Maar Pirke was natuurlijk anders, denk dat ik. Dat was weer anders. Nou, heel enthousiast. Want direct, hier heb ik nooit meld gehad van, maak van mij hier een afdruk. Want zo'n beeldje wil ik ook hebben. Nee, ze vonden het leuk. Maar hier kwam een reactie van, goh, dat is leuk. Kun je van mij ook gaan maken. Wat kost dat bij jou? Hè? Dus, en zodoende heb ik nog verschillende beelden. Hier staan allemaal wel prototypen, zeg maar, die moet je nog schilderen. Maar zo heb ik al verschillende, dus zeg maar, in de omgeving gegeven of verkocht tegen de kostprijs, want ik hoef er niet op te verdienen. Ik heb een goed gezien. Gelooft u er echt in dat die beeldjes een positief resultaat teweeg kunnen brengen? Nou, ik zou zeggen, als ik het niet meeneem, voel ik me niet happy. Is het mooiste beeldje dat u tot nu toe heeft meegenomen naar een wedstrijd? Want ja. U heeft er twee andere mee. Ja, absoluut. Ik denk ook niet dat ik het zal veranderen. Na hem op een ding. Want ik zou niet weten wat ik nou wel mee zou moeten nemen. Ik bedoel, dit hoort mij wel mee. En dat vind ik. Het klopt gewoon. Dat klopt, ja. En gaat Pirke er mede voor zorgen dat Willem II in de Eredivisie blijft? Geloof ik misschien een stap te ver. Maar hopen. En hoop, dat is het begin van het geloof. Dus laten we het daar maar ophouden. En we hopen dat we in de Eredivisie blijven. Daar hebben ze best gedaan.